Welkom bij Los op Schijndel. Met in deze uitzending onder andere de kindervakantieweek Wijbos, open dag duikteam Schijndel, en hopoogfeest nabij de schaapskooi. Hallo allemaal. Namens al onze medewerkers van harte welkom bij Los op Schijndel. Het wekelijkse programma met nieuws en reportages van Schijndelse bodem. En wil je straks deze uitzending of een item terugkijken? Ga dan naar onze website losschijndel.nl. En voor nu veel kijkplezier met het eerste onderwerp van deze uitzending. En dat is bingo op de jeugdvakantieweek. Zoals op iedere camping stond op woensdag 31 augustus een bingo op het programma. Er waren twee zalen voor de kinderen van 5 tot met 8 jaar en voor de kinderen vanaf 9 jaar. Spannend was het wel, want wie heeft het laatste nummertje voor een volle kaart? Wie gaat er met de prijzen naar huis? En dat kun je zien in het volgende filmpje. Nummertje 33. 33. Grote bingo. Jullie hebben net al kans gehad om naar de prijzen te kunnen kijken. En dit gaat spannend worden. Toch? We gaan eerst één ronde spelen, maar voor de eerste rij hebben we deze prijzen voor. Die gaan alleen maar horizontaal. En Bing laat even zien hoe dat eruit ziet. Het eerste nummertje is... nummer 11. 1, 1. 3, 9. Is 26. 2. Got Talent. Woensdag 31 augustus werd er geen playbackwedstrijd gehouden, maar een Wijbosse Got Talent. Of je nou wilde playbacken, zingen, goochelen of dansen, alles was mogelijk. Het was een zeer geslaagde avond. Nee. Bella. Bella. Ja. Ja.
Ja, het is vandaag de derde dag, woensdag. Midden in de week zitten we nu, hè. En hoe is het tot nu toe gegaan? Ja, helemaal super. We hebben zondag dan de opening gehad. Maandag hadden we heel de dag knutselen met timmeren en knutselen. En ja, ze mochten eigenlijk doen wat ze zelf allemaal leuk vonden. Vanmorgen hebben we de kinderbingo gehad. Dat hebben we voor het eerst gedaan. Ja, dat was sensatie met al die kinderen. Want ja, voordat ze prijs hadden, de laatste nummertjes, dat was natuurlijk super spannend. En vanavond gaan we met de Hollandse Got Talent beginnen. Okay, en jullie hebben ook een vast team van vrijwilligers? Ja, wij zitten ongeveer aan de 60, 70 vrijwilligers die heel de week meewerken. En dat is voldoende? Dat is voldoende. We vragen soms nog wel eens wat hulpouders erbij, maar over het algemeen kunnen we het met de vaste groep helemaal ronddraaien. Ja. Oké, nou hartstikke bedankt. Ja, en, graag gedaan. Ik zou zeggen nog veel plezier de rest van de week. Ja, dat gaat zeker lukken. Komt helemaal goed. Want wat gaan wij vandaag doen? Geen playback show deze keer. We doen een talentenjacht. JVW Got Talent. Dus wij krijgen dansers, zangers, allerlei andere optredens. Wij weten dit niet precies. De kinderen zullen het ons zelf vertellen. Ik denk dat iedereen goed gespannen is en benieuwd naar wat we zullen gaan zien. Laten we maar snel beginnen. Yeah.
laten we zien aan het oefenen. Dag duikteam Schijndel. Zowel de snorkelafdeling als de duikafdeling van duikteam Schijndel organiseerden op vrijdag 2 september een open dag in zwembad De Molaai. Er kon kennis gemaakt worden met het snorkelen, duiken en met deze bloeiende onderwatersportvereniging. We keken mee boven en onder water. Thank you.
Hopoogstfeest. In Wijbels achter de schaapskooi werd afgelopen weekend weer de eerste hop geplukt. Hopplukker van het jaar Tom Dissel plukte de eerste hop uit het veld en het wordt nu op de zolder boven de bakkerij te drogen gelegd. Tevens werd het thema voor de komende carnaval bekendgemaakt. Dat wij heel trots zijn met z'n allen dat wij er met zo'n mooi hopveld voor staan vandaag. En dat is niet vanzelfsprekend geweest, want tot de maand juni ongeveer, toen moest hij nog met grote laarzen naartoe getreden worden om de groei van de hop te bevorderen. Maar de laatste maand hebben we qua temperatuur en qua zonneschijn in ieder geval een steun in de rug gehad. Applaus! Ja! Bravo! Ik heb met de minister van Staat afgesproken dat dit heugelijk moment van het plukken van de eerste hop ook het moment is voor, Johan. Ik wil graag van deze gelegenheid inderdaad gebruik maken om het motto van dit jaar bekend te maken. En dat zal zijn voor de komende carnaval Schorsbos in Vuur en Vlam. Ik heb gisteren nog gestart. En die gaat het dan dronken liggen. Ja, dat is echt. Ik ben Goed in het water. We zijn nog steeds op het wachten. Maar dit is ook. Ik heb er ook al een eindje op.
Open dag Sint Servatemus. Bierbrouwerij Sint Servatemus is een open dag. Servatemus is een ambachtelijke brouwerij gespecialiseerd in het brouwen van speciale streekbieren. De enige brouwerij met echte Schijnerse hop. Er was een leuk programma opgezet met diverse dweilorkesten, live muziek, bezichtigingen van brouwerij en heerlijke ambachtelijke speciaalbieren. Kijk mee naar een impressie. Filteren, wat bent u nou eigenlijk aan het doen hier zo? Ik ben aan het maisen. Nou, wat is maisen? Maisen is dus het omzetten van het zetmeel in suikers. En die suikers die hebben we dadelijk nodig om alcohol van te maken. Want die suikers worden met behulp van de gist straks omgezet in alcohol en koolzuur. En koolzuur hebben we nodig als de kleine er geen schuim op. Maar die alcohol is natuurlijk nog belangrijker. Dit is een van onze eindproducten. Dit is een dubbel abdij. Ook brouwen is een van onze hobbybrouwers. Jullie zijn een club, heb ik begrepen. Hè? Ja. Wat houdt daar in die club van jullie? Wij zijn de club en wij noemen ons het hopbalkers, de bier. De hobbybrouwers. En wij zijn gevestigd hier bij Sint-Servatemus. Die leden. Gaan die dan zelf de eigen product maken of is dat een opdrachtje van de club? De leden die maken ook zakelijk hun eigen recept, hun eigen biertje. En als dat biertje is gebrouwen, dan brengen ze dat op de club aan, brengen ze dat mee. En dan wordt dat bier dat wordt geproefd en getest en beoordeeld. Beste mensen, welkom in de brouwerij, het productiegedeelte. Dat is niet zo heel groot, zie ik wel. Als wij hier gaan brouwen, dan beginnen we 's morgens om een uur of zes. Dan gaan we als eerst warm water in de brouwketel brengen. Dat is de rechtse ketel, dat is de brouwinstallatie. Dan verwarmen we op tot ongeveer 52 graden. Dan gaat het eerste ingrediënt in van het brouwen van bier. En dat is gerst. En liever gerst dan mout. Nou, gerst is een graan en groeit op land, maar als ik zo gerst in die ketel stop, dan doet hij niks. Want dat is een gesloten kool. Die moeten we eerst gaan verwerken en dat doen ze in een mouterij. Nou, in Nederland kennen we een hele grote mouterij, die van Bavaria Mieshout. En nog eentje in de Eemshaven in Groningen, Hollandmalt. Daar is ook een mouterij waar Bavaria in zit. En daarvan halen we onze moutsoorten, bijna allemaal. De rest van de moutsoorten die we gebruiken, die halen we ook bijvoorbeeld in België of Duitsland. Nou, in die mouterij gaan we die korrel bewerken, zodat wij hem kunnen gebruiken in de brouwerij. Want die... De eerste geplukte, door hem geplukte hop aan jou te overhandigen. En de rest wordt de komende twee weken van de blaadjes ontdaan, de hopbelletjes. En die worden ook bij jou aangeleverd om in het productieproces onder te brengen. Komt ie aan. De draad is langer, dus Tony, ik heb het met liefde en met heel veel zorgvuldigheid geplukt vanmorgen. De priester heeft het gezegend. Dus, en ik las in de krant dat hij ook weer met Sint wat mee gaat doen voor het beste Brabants bier, als ik het zo... Laatst hebben we hier. Ik denk, dat kunnen we nog worden. Maar dan is het voor volgend jaar hier gezegend, dus dat moet dan hiervan komen mensen. Geniet er dadelijk allemaal van, want hier wordt het van gemaakt, mensen worden deel van gemaakt. Onze eigen hofbrouwers en Schijndel, dus bij deze toon, alsjeblieft. Zal ik ook iets zeggen?
In Uitgezonden. In de rubriek Ingezonden, Uitgezonden tonen we eigen gemaakte filmpjes van onze kijkers. En wil je ook dat jouw filmpjes worden uitgezonden? Stuur dit dan naar inuitgezonden@losschijndel.nl. We duiken voor nu in de oude doos en laten een filmpje zien van een aflevering van Losmos. En deze keer bij de Paragames rondom het Avanti-terrein in mei 2013. We zijn hier vandaag bij het Avanti-terrein. Wij zijn Latifa en Leanne en we gaan vandaag kijken wat er te doen is bij de Paragames. Namens de organisatie jullie heel veel plezier, met name heel veel sportiviteit, maar het belangrijkste is het plezier en daar ben ik van overtuigd dat jullie gaan doen vandaag. Bij deze zijn de vijfde Paragames geopend. Hallo, wij zijn van Losmos. Met welk team bent u hier? Ik ben met blauw-geel G senioren uit Veghel hier. Doen jullie vaker met toernooien mee? Ja, de meeste toernooien doen wel al mee. Ja. Deze toernooi doen wij sowieso altijd al mee, omdat hij ook de voorafgaande is voor het Special Olympics. Vind je het leuk om hier te zijn? Ja, het is altijd leuk om te voetballen. Dus, het is alleen wel jammer dat er weer niet mee zit. Oké. Okay. Jullie hebben hier net muziek gemaakt, toch? Ja, absoluut. Ja. Maken jullie nog meer muziek op evenementen? Nou ja, we spelen met carnaval. We spelen met allerlei activiteiten. We hebben 17 juni hebben we een tuinconcert. Komen jullie ook uit Schijndel? Wij komen allemaal uit Schijndel. Allemaal komen we uit Schijndel. Maar niet van oorsprong. Oh, dat mag ik niet zeggen. Is het leuk om hier te zijn bij Dachten? Jawel, dat is hartstikke leuk hier om hier te zijn. Doe je zelf ook mee? Ik doe het nou zelf niet mee, want ik moet hier de leiding geven aan deze mensen en ik hou dat een beetje in de gaten. Deze mensen kunnen een aardig potje dachten, ja, sommigen kunnen nog niet tellen en je moet ze daarbij helpen, dat is hartstikke leuk om te doen. Doet u mee aan het toernooi? Ja. En kunt u een beetje biljarten? Een klein beetje, maar ik speel al 37 jaar. En wel van alles mee zitten. Moet tegenstander, het is koud, daar ging het slecht om. En waar komt u vandaan? Den Bosch, Vught. Oké, dankjewel. Bijhouden. Nou, best wel moeilijk hoor, want de muziek staat hard en ik moet de scheidsrechter in de gaten houden, dus best wel moeilijk. Ja.
Dit was Los Mos van deze maand. Ik vond het heel leuk om het samen met Leanne te doen. En wij springen nog even verder. Tot de volgende keer. Schoonschijndel. Er zijn vele mooie wandelpaden en routes te vinden in de omgeving van Schijndel. Anton Hellings neemt u weer mee naar een mooi plekje in een van zijn afleveringen die Los heeft uitgezonden. Hey Anton. Alles goed? Ja, en jou? Ja, hou het recht, hè? Ja. Doei. Ja, doei. Ja, vandaag moet onze top aan de lijn. En waarom? Omdat ik het in mijn kop heb om vandaag langs alle Schijndelse plantsoenen te gaan, langs de Schijndelse parken. Ik ben nu begonnen met het Schijndelse Jansenpark, eigenlijk een van de chicste parken van Schijndel. En het Jansenpark is natuurlijk genoemd naar de gebroeders Jansen, die hier heel veel invloed gehad hebben in de tijd als ze hier dus de directie vormden van de beroemde Sok, hè, van Jansen de Wit, hier tuinen het park. Ik begin van hier uit mijn rondje en als het goed is, komen we dan vandaag eens aan de Bimt weer uit. Ja, ga even mee. Kijk, deze vind ik nou het mooie van het Jansenpark, hè. Als je zo die lange deurkerk die je hier hebt, dat zie je in geen enkel ander park in Schijndel. Oké, ik geef toe, het is allemaal strak en netjes en mooi geschoren, maar het is wel een mooi deurkijkje. Nou is het ongeluk met het Jansenpark. Er staan allemaal van die beum die ik niet ken. Dat is deze. Nou, ik heb hem nog nooit gezien. Het blad. Het blad lijkt wel een beetje half afgeknipt. Dan moet ik eigenlijk iemand zijn. Nee, jullie kan ik het ook niet vragen. Wie daar weet waar deze een boom is. Oh, wacht. Ik zie Henk Schouten, onze bomenman. Henk, ja. Kun je ergens komen? Hij stipt bij mij niet in mijn buksje in ieder geval. Je moet nou een beetje meer kennis hebben. Ja, ja, daar was ik ook bang voor. Ja. En ik, de mensen die kennen jou als de bomenman van Schijndel. Ja. Maar weet jij toevallig wat deze voor iets is? Ja, deze is de Japanse notenboom. Oftewel de Ginkgo biloba in zijn Latijnse naam. Oh. En dat is een, eigenlijk van, eigenlijk is een conifeer. Want er zijn allemaal nerven, die zijn eigenlijk allemaal zo tegen elkaar aan gegroeid. Ja, ja, ik zie het. Ja. Je behoort eigenlijk tot de conifeer. En het is mee van de oudste boomsoorten die op de wereld bestaan. En deze is geplant in, ter ere van de 20.000ste inwoner van Schijndel. Ja, Ronnie Schelk is de 20.000ste inwoner. In 82 geboren. En ter herinnering daarvan is hij dus geplant. Ja. Het is een heel aparte boom. Lijkt een beetje een kapstok zo. Hè? Ja, een beetje van vrij horizontale tak. En de noten, waar zijn die? Die is datzelfde dat hij hier in Nederland vrucht draagt. Of hij moet op een heel oude leeftijd zijn, dan de kans dat hij wel eens vrucht wil dragen. Ja. Hé Henk, nou je toch bent. Je bent de bomenman van Schijndel, maar je plant een vuurjaar bumpjes. In het najaar dan snoeide je ze of gezaagd ze soms in, net zoals bij ons voor de deur van de winter. Mm-hmm. En in de zomerdag dan leed jij op oerig. Nee, ik dacht het niet. Nee, wij zijn in de zomerdag is het heel vaak en dat is momenteel zijn overal bezig met het waterschat van de bomen naar doen. En dat is met linnen is dat heel erg. Oh. En ja, daar hebben wij in de zomerdag zo vanaf eind mei tot de vakantie toe gaan wij door helemaal aan te werken in het centrum. Ja. En allemaal die taxis van die bomen af te halen. Ja, ja. En ook iets met de luizenbestrijding? Luizenbestrijding doen we ook. Daar hebben wij in Lindes en wij larven van de lieve herenbeestjes uitgezet. Oh ja, biologisch, hè? Biologisch, ja. Ja, biologisch gemeente zijn wij. Ja. En eerst dan ook, eerst doen we dat de beestjes zelf, maar nu doen we dan momenteel de larven van de lieve herenbeestjes. En die komen dan aangeleverd en dan gaan we met een hoogwerker en dan zetten ze tegen ongeveer op de hoogte van de eerste takken. Ja, ja. De takkenkrans en dan zetten ze daar in. Heel mooi. Hey, het park ligt er strak bij. Ja.
Ik kan nog eens zeggen zwaaier en dan zie ik jou misschien van de winter wel weer bij ons in de stroot bezig. Dat is goed. Oké, okay, ja. Het beste, hè? Ja, houdoe. Houdoe. Kijk, een andere rare exoot hier in het Jansenpark is deze grote magnolia. Familie van de tulpenboom, hè? Je kent het wel van het veujaar. Alleen de desert heeft al een iets groter blad als de magnolia's die wij hier kennen. De bloem is al in het veujaar al uitgebloeid. Deze is dus de zaaddoos die dus eigenlijk hier binnenin alle zaadige vormen. Eigenlijk is het een soort strijkvorm en hij maakt dus prachtige grote bladeren. Maar ja, hij zou dus ook alleen maar hier in het Jansenpark passen. Ik kan me niet voorstellen dat je hem deze ergens hè, in een beetje een natuurlijke park zou aanplanten. Maar hey, top, we zijn hier natuurlijk. Hey, hij heeft iets gevonden hier. O jee. Zelfs de kiepen die liggen hier aan, midden in het plassoen. Top, kijk eens hier. Zie je hier, liggen er zeker 20 in een nest bij elkaar. Ik denk dat de hennen hier niet krak een vaste ren hebben als ze hier rond scharrelen. Ze liggen er buiten de ren. Yep. Maar goed, we gaan weer. Ik loop nu naar het Ferdypark toe, achter de plein. En dat zal misschien een heel ander karakter hebben als het Jansenpark. We zijn dus nu hier in het Ferdypark aangekomen, hoofdstraat overgestoken, dwars door de plein. En we zijn dus eigenlijk aan de andere kant van de sok, want Jansen de Wit lag hier op een steenworp afstand. We lopen dus nu ergens dat ruigere park in, want het Jansenpark is natuurlijk een stuk netter. Hier mogen brandnetels groeien, goed voor de vlinders en de vogeltjes. Maar het karakter van het Ferdypark is heel anders, want het sluit namelijk aan bij het buitengebied. En dat mag natuurlijk de overgang wat natuurlijker zijn. Kijk maar eens mee. Een stuk ruiger het Ferdypark, maar zeker zo interessant. Als je zo links en rechts naar die boom kijkt, naar die oude eiken die hier staan. Ze hebben gezelschap gekregen van wat jongere boomkes die de gemeente erin hebben geplant. En de klimop zorgde ervoor dat het echt een parkachtig geel wordt. Maar als je kijkt naar de sporen die de vogels hier achterlaten, vooral de spechten. En niet te vergeten die mini spechtjes, de boomklevers. Ze zijn maar zo groot. En ze zitten ook op de startveren tegen de schors aan en ze gebruiken de spleten van de eiken om de hazelnoten hier in te klemmen en hier zie je ze een hazelnoot heel mooi van dichtbij zitten en de sporen van de boomklevers zijn dus heel duidelijk te zien. Heel mooi. Zo, we loten het Ferdypad met zijn boomklevertjesbos achter ons. En we gaan op zoek naar een bosweg, naar het Juliana-plantsoen. Bestond dat waar eigenlijk? Juliana-plantsoen, ja. Deze is dus het Julianaplantsoen. Ik denk dat maar weinig schijnelaren weten dat hij zo had. Ook de gemeenteraad wist het niet meer. Dat vertel ik daar ook wel even bij die beum hierachter. Want waarom dat het Julianaplantsoen... Hoi! Waarom dat het Julianaplantsoen had, ja, dat kunnen daar ook achter pas zien. Ik heb een mooie printbriefkaart gekregen van Bert Vervoort, van onze archivaris van Schijnel. Een postzegel van 2 centen erop.
afgestempeld 1953. Maar de foto die is van rond de eeuwwisseling, toen de Meulendijk hier begon, recht tegenover café Van Alenbeek, waar nou de Chinees zit. En hier begon dus de Meulendijk, en je kunt op de foto dus ook heel mooi zien dat deze splitsing hier, dat die nog steeds hier in het plantsoen ook zo te zien is. Alleen tegenwoordig moeten we de Meulendijk 500 meter wijder achter de oude Aloysiusschool, en dan begint die doorpas. Maar we gaan nou even kijken naar die mooie dikke beun. Ja, en nou wilde nog weten natuurlijk, waarom heeft het nou Juliana plantsoen? Nou, dat ligt aan deze dikke jongens. Deze eiken die zijn allemaal genoemd naar leden van het koninklijk huis. Maar of dat deze nou prins Bernhard is, dat prinses Juliana of koningin Beatrix, dat moeten men niet vragen. Maar ik weet wel dat in 1939 deze plantsoen aangeplant is. Deze beumen zijn dus ongeveer 65 jaar oud, als ik dat zo goed tel. En nou waren in 1944 ons gemeentehuis afgebrand, hè, door de bombardementen. Dus we hebben geen gegevens, die zijn gelijk verloren gegaan. Ook het gegeven dat deze dus het Juliana plantsoen hadden toen. Dus je kunt het college van burgemeester en wethouders niet kwalijk nemen dat ze pas 65 jaar na dato hier eerherstel voor het Juliana plantsoen hebben geregeld in de vorm van de aanplant van één jong bumke, genoemd naar het achterkleinkind van prinses Juliana, Amalia. En dat bumke staat door. Ja, hier staat hij dan, hè? De koningslinde. Ik heb hem nog mee onthuld toevallig, want als haar manier meude natuurlijk met koninginnendag, waarop deze boom is onthuld, ben natuurlijk wel heel dicht voor ons staan. Op deze plaketten is nog te zien dat dus het eerherstel van het Juliana-plantsoen op deze manier eigenlijk gerealiseerd is. Want een klein saillant detail, maar eigenlijk in deze EK-periode misschien een beetje zout op de wonden is, dat is namelijk dat de Duitse bezetter in 1942 verbood haar dat deze boom naar koninklijke leden werden genoemd. Die naam moest namelijk allemaal geschrapt worden. Ja, ik snap wel dat daar een beetje gevoelig lag. Maar oké, nou is het weer hersteld. Onze prinses Amalia groeit weer zijn best. Ik ben hier dus aan de Rozemarijnhof, aan het eind van de bosweg. Eigenlijk wordt de structuurweg daar ook door ligt. En hier achter ons, een beetje verstopt, ligt het wat in de volksmond genoemd wordt het burgemeesterspark. Er is hier een oud burgemeester die hier een heel mooi huis had. Is nou inmiddels verhuisd, maar ja, eigenlijk heet het geen naam. Ik noem het maar gewoon het Rozemarijnhofpark. De overgang van de tuinen naar deze park hier in de Rozemarijnhof, dat verloopt heel natuurlijk. Dus we krijgen vogels worden van het buitengebied, als het ware, hoe het tuin ingezogen. En door in die Japanse kers, volgens mij zit er een bonte specht in te broeien. En ik denk dat die nog niet op jong zit, want hij is nog bezig met zijn zaagsel uit zijn nest te halen. Maar dat zijn dus typisch van die voorbeelden. He? Je hebt dus, bij wijze van spreken, tegen de coniferen van uw eigen tuin aan, halden zo de vogels uit het buitengebied, dankzij de aanleg van het visgraadmodel, waarin dus de tuinen aangesloten zijn op het park en het park is weer aangesloten op het buitengebied. Goed over nodig dan. Dat zou ik niet zeggen, hè? Van de weg af dat hier is een prachtig ruimtelijk park ligt, met een mooi water erbij. En nou is het altijd bij mij, ik kan er nooit loden, ik moet altijd weten wat er nou op zo'n watteke zit. Of dat met salamanders zijn, of misschien vorentjes, weet ik wel. Moet ik eigenlijk wel een hengeltje hebben. Hey Leo, je hebt een hengelbel. Kan ik even die vlieghengel van jou lenen? Heel mooi. Hoe top, jij weet wel wat er gaat gebeuren. Ja, vliegenvissen is eigenlijk een beetje een rare manier van vissen. En mensen vragen mij ook wel eens ooit van, dat kun je niet combineren, jongen, als natuurliefhebber ook nog vissen. Jawel, dat kan ik heel goed combineren. Want het bedt mekaar niet. Het is een hele mooie vorm van toch nog bezig zijn met je struinen langs de waterkant.
En tegelijkertijd toch kijken wat er onder de waterspiegel te vinden is. Vissen is voor mij eigenlijk gewoon een stukje natuurbeleving. Hè. Het is gewoon kijken onder water, maar dan zonder duikuitrusting. Kijk, er zitten dus hele mooie rietvorentjes hier in de Rozemarijnhof. Handjes nat maken natuurlijk. Kijk maar eens van dichtbij. Hele mooie rode vinnetjes. Een opstandige bek, zodat die insecten heel goed van het water af kan houden. Met in zijn bek een klein eigen gemaakt muggenlarfje van Alex. Kijk, het visje weet niet eens wat hem overkomen is en hij gaat weer terug het element in. En Leo, jij mag een hengel erop werpen, jongen. Ja, alsjeblieft, bedankt voor het Leo. Ja, graag gedaan. Ja, ik loop hier vlak achter de geluidswal van de structuurweg. En eigenlijk de herrie, die valt zat mee. En de exoten, die maken het hier weer. Hè. Kijk eens hier. Ja, als ik het niet van tevoren aan Henk Schouten gevraagd had, dan wist ik het ook niet. Het schijnt de moerascypress te zijn. Een soort conifeerachtige. Je ziet het blad, of liever gezegd de nalden, die wijzen mooi, trots, recht overeind. En ze groeien maar heel langzaam. En wat ze ook voor eigenschappen hebben, ze schijnen luchtwortels te maken. En die luchtwortels die moeten natuurlijk net boven de oever van de waterpartij zitten. Ja, ik heb het al gevonden, toch? Kijk hier, als ik nee, tenminste nog goed vast kan houden. Hier zijn ze te zien aan de andere kant. En de luchtwortels moeten dus ook een beetje hol klinken, hè? Ja, hier zit er ook nog in. Heel mooi om te zien. Skon Bimke. Oké, we gaan weer van een bosweg naar Terp. We gaan dan richting de Floralaan. Daar steken we over. En dan gaan we via de Nelschotseweg zo weer terug en maken ons rondje af. Ja, we kunnen niet alle hoeken van Schijnenland doen. Maar ja, je weet het, ik maak gewoon een bloemlezing. Ja, het is een hele keur. Elschotseweg, nou weer Vicaris van Aartsweg. En hier achter het politiebureau, ons eigen Skonskernel. Kijk maar eens aan. Het bordje is voor het een beetje verroest. Maar ja, het is natuurlijk bedoeld als een sarcastische titel. Want hier waren namelijk 25 jaar de moestuin van bekend gemeenteraadslid. Alleen, die had er geen zin meer in. Dus wat gebeurde er? Jarenlang stond hier de bocht, zoals ze hier zeggen, zo hoog. En de mensen die hier langs wonen, zeiden van, ja, wij staan nou hier. Dat is een mooi iets voor Skonskernel. Nou, dus bij wijze van protest kwam er hier dus een bordje te hangen. Maar ja, de invloed van de kijker van Skonskernel is zeer hoog. Want wat gebeurde er? Toen de mensen hier commentaar op maakten, mee dezelfde jaar nog, hebben ze deze prachtig ingezaaid met een korenbloemenmengsel. En we zien nog meer bolderik en Sint-Janskruid. Kortom, het is een prachtig akkertje geworden. Dus een echt Skonskernel. Heel mooi. Ja, op deze mooie avond in juni. Ja, ik weet het, de lucht die begint aardig al te kleuren. Maar je voelt hem al aankomen. Hè. Ik kan natuurlijk niet langs ons mooiste park van Schijnen, het Heenpark. Ja, het begint al in de griebelgrauw te lopen. De lampen van de tennisbanen zijn al aan, onze buren. We hebben hier in 97 van het Heenpark een stukje openbaar plantsoen om mogen leggen. Waar iedereen dus dag en nacht hierin kan. Wij gaan dus nooit durven hopen
dat we hier weer die zeldzame Schijnhalse flora terug zullen krijgen die in ons buitengebied verdwenen is. We hebben hier bevertjes, we hebben hier knoopkruid teruggekregen, kaasjeskruid, wilde marjolein en vooral onze orchideeën. We hebben hier dus schrale grond opgebracht en we hoeven hier maar één keer per jaar te maaien, dus arbeidsintensief is het niet. We hoeven alleen maar op onze luie rug te gaan liggen en te kijken. Kom maar eens mee. Kijk hier, op deze stukje, en je voelt het al hier aan de lemige grond, hier komen massaal die orchideeën terug waar we het over aan. En vooral door de gevlekte rietorchis, die staan hier massaal te bloeien. Hier, ik heb ze nog nooit zo groot gezien als deze. Ze zijn zeker 70 centimeter hoog en een massa dat er hier is op komen zetten. We zijn hier nog maar, het is een jaar of 7 bezig met het beheer en elk jaar worden het er meer. Een schitterend terreintje geworden. Je kunt wel een hele noot lopen jakkeren en horsten, maar je moet ook af en toe tijd nemen om te evalueren. Hè? Oftewel, zoals de Engelsen zeggen, watching the grass grow. Maar ja, watching the grass grow is niet echt schijnels. Ons pap, die zijn altijd, bij een hond wint met lopen, daar verspult hij met pissen. Ja. Dat is eigenlijk een klein beetje om aan te duiden, want het heeft geen enkel nut om een wagen te horsten. Dus terwijl ik deze een glaasje lekker bier even lekker afmaak, wens ik jullie een hele fijne vakantie toe. Geniet ervan. En ik zie jullie waarschijnlijk in september. Proost. Houdoe. Je hebt gekeken naar Los op Schijndel en dit programma wordt uitgezonden van vrijdag tot en met donderdag om 11 uur 's morgens, 2 en 5 uur 's middags en om 8:30 en 11 uur 's avonds. Op vrijdag 16 september zijn we weer terug met een nieuwe Los op Schijndel en wil je ook dat jullie activiteit dan wordt uitgezonden, dan stuur je gewoon een berichtje naar redactie@losschijndel.nl. Je informatie of natuurlijk de uitzending gemist, dat kan ook, dan ga je naar de website losschijndel.nl voor alle beelden. Mede namens alle medewerkers van de Los TV, bedankt voor het kijken en graag tot ziens.